Honderden parkeerplekken onder woningbouwprojecten in Den Haag staan leeg. Veel bewoners van deze sociale woningen vinden de maandelijkse huur van een paar tientjes vaak te hoog. Gevolg, parkeerplekken worden niet gebruikt. Het komt onder andere door de parkeernorm die gemeenten stellen. Die norm bepaalt hoeveel parkeerplaatsen er per woning gebouwd moeten worden. Maar dat sluit dus niet altijd aan bij de werkelijke situatie. Reden voor D66 in Den Haag om te pleiten voor een onderzoek naar het loslaten van die norm. Bij studenten bijvoorbeeld hebben we een lagere parkeernorm. Bij OV-knooppunten zou dat misschien kunnen. Misschien kan dat bijvoorbeeld ook voor senioren. Dus ik zou dat willen onderzoeken. Dat is nodig, want Den Haag groeit. De prognoses zijn 80.000 woningen erbij zetten. Nou, dat zorgt wel voor druk op de openbare ruimte ook. En je wilt ook groen. Je wilt dat kinderen kunnen spelen. Je wilt dat er op een goede manier op de trottoirs gelopen kan worden. En je wilt dus brede trottoirs. En je wilt goede fietspaden in de stad. En dat betekent dat je dus minder ruimte voor autoparkeren zult hebben. De VVD is terughoudend. De partij wil niet morrelen aan de parkeernorm, juist met het oog op de toekomst. Je hebt die parkeernorm hartstikke hard nodig, ook voor mensen in de toekomst, die toekomstige bewoners van Den Haag die hun auto kwijt willen. En je moet juist ook duidelijkheid scheppen voor ontwikkelaars wat de regels zijn om in Den Haag te ontwikkelen. Het wel of niet loslaten van de parkeernorm is dus een pure politieke discussie. De wethouder die heeft al gezegd dat in Den Haag aan die parkeernorm in elk geval niet gemorreld zal worden gedurende deze coalitieperiode. Daarna zijn er weer verkiezingen en dan ligt de discussie weer open.